Dit is lekker, jongens. Ja, kijk, die bananen, die hoef ik nu niet te pakken. Ik had die ene gepakt. Ik ga veel te snel met mijn paddenstoel. Wat een poepbaan. Yo, Nintendo fans. Er zijn nog meer nieuwe banen in Mario Kart 8 Deluxe. In de propellerbeker. Dus het is weer tijd voor een challenge. We brengen de oude challenges terug. En deze vond ik ook heel erg leuk om te doen. Namelijk dat ik over iedere banaan die ik zie moet rijden. Of in ieder geval moet proberen. We zijn hier in Sydney. En we gaan eens even kijken. Ik heb Luigi in zijn Luigi-kart. Superleuk. Ja, ik ken deze banen allemaal nog niet. Oh ja, ik mag natuurlijk wel boosten. Of een superstart hebben. Ik zit nog helemaal in de andere challenges. Dat ik allemaal rustig aan moet doen en zo. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We moeten gewoon elk banaantje pakken. Voor de rest mag ik alles doen. Kijk, ze juichen hier, joh. Dit waren trouwens wel hele... Ze zagen er wel een beetje gek uit, moet ik zeggen. Die daar aan het juichen waren. Het leek een beetje in een nep publiek, als ik heel eerlijk ben. Hé, hey, bedankt trouwens voor die red shell op mijn bakkers. Verdorie, man. Daisy. Doe ze even niet, joh. Oh. Daisy? Wil je kappen met vervelend doen? Hier, alsjeblieft. En Isabel ook even stoppen nu. En Toadette? Oei, bijna. We zitten nog steeds in ronde 1. Ik ga helemaal niet zo hard. Ik speel 150 cc. Ja, maar... Oh, Daisy heeft ook een bom, hè? Ga weg met die bom. Ik vertrouw jou niet met die bom. Dat bedoel ik, Daisy. Waarom Daisy? Hier, deze is voor jou. Verdorie. Stomme b***s. Vind het helemaal niet leuk dat je dat de hele tijd doet. Ja, nu kunnen er dus... Oh, ik ga helemaal de verkeerde kant op. Nu kunnen er dus overal bananen op de baan liggen. Ja, daar kan ik niet bij, Daisy. Ik weet niet. Maar daar kon ik echt niet bij, hoor. Zijn we nou weer een andere route aan het nemen? Is dat nou steeds met die banen zo? Ja, dit is wel chill. Dan kom ik ook geen banaantjes tegen. Ja, ik vind het niet erg hoor als er steeds andere routes zijn in elke baan in Mario Kart. Helemaal prima, want dat betekent dat ik die bananen niet hoef te pakken. Nee, ook echt precies hè. Precies als ik er overheen wil rijden. Verdorie. Dit is trouwens best wel cool gedaan. Dit is wel vet. Ja, dit is nice. I like it. Ik ga mijn bananen niet op de weg gooien, want dat betekent dat ik er straks overheen moet rijden. Dikke prima. Gaan we niet doen. Ik ga ze als bescherming gebruiken. Kijk, lekker. Tegen baby Rosalina. Die had ze allebei. Ik denk trouwens dat baby Rosalina ook gewoon lekker gevallen is. Ik denk dat hij nu een behoorlijke achterstand heeft. Ik zie helemaal geen banaantjes. Ja, nu zouden er weer banaantjes kunnen komen. In een nieuwe ronde. We staan wel eerste. Nog steeds geen banaan op de weg te bekennen. Ja, super fijn. Je hoort mij niet klagen. Ik ga wel gewoon even bovenlangs. Ik weet niet of mensen hier bananen hebben neergelegd. Ik zie beneden ook geen bananen volgens mij. Nee, helemaal top. Nou, lekker. Vinden we hier een banaantje ergens? Nog steeds geen bananies? Nee? Nog steeds niet, hè? Oh, 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 oh. Nee, nee, niet in de lucht mij raken. Dank u. Nog steeds geen bananies? Ik ben gewoon geen banaan tegengekomen op deze weg. Nou, lekkere challenge is dit. Hè? Ja, zo kan ik ook een challenge verzinnen. Ik hoor het jullie denken. Zet anders even in de comments wat voor challenge jij graag wil zien. En knal die duimpjes omhoog als je Mario Kart video's leuk vindt. En abonneer. Het is gewoon gratis. Yo, nou ben ik benieuwd of we hier in het sneeuwland wel banaantjes gaan tegenkomen. Want anders wordt het wel een hele makkelijke challenge. Go, 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 Luigi! Ja, superstartje. Oh, we hebben hier vliegende vraagtekenblokjes. Leuk, veel bochtjes ook trouwens. Zo, ik ben gelijk ook lekker over de weg heen. Heerlijk, beetje muntjes pakken. Toppie, binnenbochtje pakken. Ja, dan die vraagtekenblokjes pakken. Heel lekker dit. Oké, goed begin. Ja, zolang we eerst rijden, dan krijgen we waarschijnlijk sowieso geen banaantjes. Want dan, ja, iedereen rijdt achter ons. Die is daar zijn banaantje aan neerleggen. Dus dit is helemaal top. Ik zit in een lekkere positie met deze pinguinkies. Die hebben het ook naar hun zin, volgens mij. We waren zo lekker aan het waggelen. Daar staat er eentje op mijn ijsschots met toad te chillen. Nou, nog steeds geen banaantje gezien. Op deze manier wordt dit de makkelijkste challenge ooit. Het zijn wel nieuwe banen voor mij. Ik heb ze allemaal nog niet gespeeld. Ja, hier is een banaantje. Let's go! Oh, Blue Shell ook erachteraan. Ha, die raakt me niet. Dit was een topbanaan. Heerlijk. Ja, lekker. Dit banaantje hielp me eigenlijk nog te beschermen, joh. Helemaal goed. Oh, hier hebben we er nog één. Oh nee. Ik rijd weer over een banaan, jongens. Ik rijd weer over een banaan. Maar we zijn nog steeds eerste. We zijn nog steeds cool. We zijn nog steeds chill. Er zijn nog meer bananen als in de hele vorige race. Nu in ronde 2. Ik vind het leuker worden. Dit brengt een uitdaging.
Dus even kijken wie de tweede rijdt. Dat is Baby Rosalina weer. Oh, oh, oh. No, ik hoop nu dat iemand over die banaan rijdt. Want anders ligt er straks een banaantje voor mij klaar. Net voor de finish, verdorie. Dat moeten we niet hebben, hè? Dat moeten we niet hebben. Dat zou heel vervelend kunnen zijn. Dus let's go. Binnenbochtje pakken weer. Ja, niet helemaal. Ik ga toch voor zekerheid. Ik wil toch mezelf kunnen beschermen. Ja, dit banaantje, daar ga ik niet meer meemaken. Ik denk, ik pak ook even een pinguïn mee. Hè? Waarom niet? Daar zijn ze voor aan het glijden, die gekke pinguïns. Om jouw leven zuur te maken, verdorie. Helemaal goed, joh. Doe je best. Ik zou die paddenstoel kunnen pakken, maar ik vind dit eigenlijk lekkerder. Oh, oh, ligt mijn... Ja, mijn banaan ligt hier nog. Mijn banaan ligt hier nog. Oh, en de rest krijgt een bliksem. Wat een geluk. Deze bananen helpen mij alleen maar. De bananen-challenge mislukt, jongens. Oké, we zijn in de Padestoelen Grot. Let's go. Ik ben benieuwd naar dit baantje. Ziet er ook wel weer leuk uit. Is van de Wii. Ja, ik heb dus alleen de Super Nintendo, de GameCube-versie en de Switch-versie gespeeld eigenlijk van Mario Kart. Dus voor de rest... heb ik ook wel eens een slechte start. Weet je, dat hoort bij het leven. Af en toe dan begint je dag gewoon niet zo goed. Dan heb je gewoon een slechte start. Ja, dat kan nou eenmaal gebeuren, hè. Dat overkomt iedereen wel eens een keer. Dus even kijken wie ervoor maar rijden. Het is een Toadetje en een Baby Rosalientje. We kunnen hier twee kanten op, zo te zien. Oké, Toadetje heeft een Red Shell. Die denkt, ik ga even aan de kant voor Rikachu. Dan ga ik straks mijn Red Shell gooien. Zie je? Zo voorspelbaar ben jij, Toadetje. Dit kan ook. Weet je, dan pak je gewoon de middenweg. Weet je, dat... Jongens. Ja, nu moet ik ook nog dus deze banaan pakken, verdorie. Dat is niet cool. Dat is niet de bedoeling. Oké, zesde. Ik moet nu eventjes wel op gaan letten. Dit wordt nu serieus koek, jongens. Nu kunnen er ook dus bananen voor mij liggen, zoals hier. Oh, ik mis hem. Oké, ik mis hem. Ik ga even stilstaan. Zo, ik heb gecompenseerd voor deze banaan. Let's go. Let's go. Ik heb nu eigenlijk een soort van paddenstoeltjes nodig. Ja, die kan ik niet pakken. Oké, ik compenseer wel weer. Zo, hoppakee. Hetzelfde effect als dat ik die banaan had gepakt, jongens. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Daar gaan we. Ja, ik heb nu... Ja, dit is lekker. Dit is lekker, jongens. Ja, kijk, die bananen, die hoef ik nu niet te pakken. Ik had die ene gepakt. Je gaat veel te snel met mijn paddenstoel. Wat een poepbaan. Deze is echt heel naar. Heel vervelend. Ik beland er steeds tussenin. Niet oké. Ik sta gewoon zevende, zesde, vijfde. Wat is het? Ik moet nu echt doorrijden. Ja, en bananen pakken. Want ik heb honger. Dus ik heb trek in banaan. Oh nee. Ik denk dat Daisy er straks eentje neer gaat leggen. Ja, nee. Die telt niet, Daisy. Die legde jij zo neer dat ik die onmogelijk kon pakken. Had je maar lekker eerder neer moeten leggen. Let's go. Let's go. Oh, oh, schieten. Schieten. Al die banaantjes moeten weg. Ja, lekker. Ik heb 30 banaantjes weggeschoten. Dan hoeven we die niet te pakken. Ik ga nu denk ik wel onderlangs trouwens. Want bovenlangs dat beviel me totaal niet. Maar dit bevalt me sowieso niet, deze gekke bouncing paddenstoelen. Wat een poepie is dit. Waarom zet je me zo ver terug? Waarom? Ik was al bijna aan het einde en ik word helemaal teruggezet. Niet oké. Okay. Niet oké. Okay. Totaal niet oké. Okay. Toadette, hier. Kan ik jou nog raken? De derde plek. Dat is niet best. Oké, hoeveel staan we? Nog wel eerste. 4 punten voorsprong. Het ging zo goed, maar nu wordt het toch nog spannend. En hier hebben we een gloednieuwe baan. De Stracciatella straat. Ja, dit ziet er wel aardig cool en ijzig uit. Het is een supergezellig baantje dit. Joh. Kijk, ze zitten hier in de ijssalon. Ja, dit is wel leuk hoor. Hey. Lekker hoor. Oké, maar ik ga nu wel even zorgen dat ik wel een goede start heb. En hopelijk gelijk mijn voorsprong kan pakken. Oh, oh, we moeten hier doorheen. Oh, dit is lachen. Oké, cool. Cool, 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 cool. Hier over de trapjes heen. Nice. Ik heb een red shell. We moeten hier naar boven. Jemig, wat een baantje. Oh my gosh. Oké, dan hier naartoe. Let's go. Het is wel leuk gedaan dit, zeg. Dan gaan we hier denk ik zweven. Oh, of niet. We gaan over de wafels heen. We moeten een beetje naar links sturen, anders gaat het helemaal fout. Ik beland op het dak. Ja? Wat een baan, joh. Maar je kan hier ook gewoon kaart vanaf vallen, natuurlijk. Dit is een beetje Rainbow Road-achtig. Daisy, wat kom jij doen? Waar kom jij opeens vandaan? Daisy, doe eens even normaal. Ga eens even weg. Blijf eens even gewoon lekker achter mij rijden, alsjeblieft. Ik heb het al zwaar genoeg met deze bananen. Ik ben op zoek naar een bananensorbet vandaag. Heb ik trek in? Lekker bananen-icy. Hey, heeft iemand bananen-icy voor mij, jongens? Hey,
Oh, oh, pas op. Oh, daar kan je gewoon tegenaan. Oh, ik dacht dat ik niet tegen die reling aankom. Maar blijkbaar kan dat wel. Blijkbaar is het zelfs beter als je er tegenaan komt. Nee! No! En niet in de lucht! Niet in de lucht, want dan krijg... Ja, dan krijgen we dit. Dan krijgen we deze ongeinverdorie. Ja, nee, dit is weer... Dit was... Deze timing was niet goed. In het begin hadden we goede timing elke keer, maar nu... Nu worden we belazerd. Ik heb trouwens geen banaan gezien. Dat is wel fijn. Geen bananensorbet voor Rickachu deze race. En ik heb het nodig, want man, dit is best wel spannend. Leuke baan zeg. Wel moeilijk op zich. Je moet wel echt opletten dat je er niet vanaf dondert. En ja, dit gaat nog goed. En dan kan je hier weer boosten. Ja, en dan kan je hier boosten. En dan zo. Oh, banaan. Ja, ik moest hem pakken. Ja, weet je. Ik rij wel even langzaam. Zo, ja, cool. En dan we hebben die banaan soort van gepakt. Oh, nog een banaan. Ja, weet je. Ik ga wel weer wachten. Oh, ik ben geraakt door een banaan. Oh, nee. Oké, en weer door. Hier nog één. Ja, deze pak ik wel. Deze ligt wel aardig op mijn route. Hey, ik vind niet oké dat er nu opeens zoveel bananen liggen. De hele race valt het mee. En nu ga je opeens... Oké, Daisy. Als het dan zo moet... Hè? Als het dan zo moet... Is het helemaal... Dat is ook goed, hè? Toadette pakt even de eigen banaan. Oh, ik rij wel trouwens vierde nu. Niet oké. Let's go. Deze moet ik pakken, deze banaan. Wat naar. En daardoor ga ik denk ik geen eerste worden in de challenge. Want Toadette en Toadje en derde plek. En is het genoeg, ja of nee? Is het genoeg? Ik denk het niet. Nee, we komen 1 punt tekort. No. Nee, het ging zo goed. De eerste 2 races waren zo lekker. Maar baby Rosalina, die heeft net iets te goed gedaan. En er lag net 1 banaan te veel op de weg. Maar het was wel een leuke challenge. Doe duimpje omhoog jongens, vergeet niet te abonneren. En dan zie je mij gewoon weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel!